Breda Nu. Je weet het meteen. In Heusdehout werd bij Het Houken een openluchtconcert gehouden. Hierbij werd live muziek gespeeld met onder andere de Bredase Cliff Richard. Wij waren benieuwd hoe dit evenement georganiseerd werd. Ik ben al jarenlang muzikant. Woon met ontzettend veel plezier alweer bijna 10 jaar in Heusdehout. En er was eigenlijk weinig tot geen muziek. Anderen organiseren het open podium. En ik organiseer dit jaar alweer voor het 4e keer achterin volgende jaar de openluchtconcerten. Beginnen we altijd op de dinsdagavonden, begin juni, tot en met half juli. En met wie werken jullie samen? Fantastische vrijwilligers. Ik kan blindelings op hun rekenen, blindelings op hun vertrouwen. Ze staan achter de bar. Podiumshows zijn er echt al voor 6. En dan lieg ik niet. Dus ik hoef eigenlijk niet al te veel te doen. Ik probeer het geheel zo goed mogelijk te coördineren. Goed voor de muzikanten te zorgen. En ook voor veel publiciteit te zorgen. En wat voor muziek wordt hier voornamelijk gespeeld voor de ouderen? Van alles. Singer-songwriting, tot country, tot rock'n'roll, blues, een beetje van alles en nog wat. En het is hier altijd volle bak. Heeft het daar je zin in? Prima, ja. Met wie bent u? Ik ben momenteel alleen, maar vorige keer ook al was de muziekuitvoering hier binnen, omdat het wel een beetje somber weer was. Maar ik vind het hartstikke leuk om dat gewoon hier mee te maken. Nou, een beetje wel 60, 70 jaar muziek, dat is wel een beetje mijn stijl, ja. Ja. Waarom bent u hier vanavond? Ja, omdat het leuk is hier. Ik hou wel van die oude muziek. Ja, Buddy Holly en dat soort van de jaren 60, zeg maar. Ondersteunen van de vrijwilligers eigenlijk, om het mee te organiseren. Maar dit is echt in handen van Sonny Rering. Doe ik niet samen. Dat is een muzikant en muzikanten die kennen elkaar. En dat kringetje wordt alsmaar groter. Hij organiseert hier ook elke maand, heeft hij misschien verteld, het muziekzondag. En van daaruit ontstaan er weer nieuwe groepjes, bandjes, duo's. Ik doe dus stoelen buiten zetten en vooral dat podium. Zetten we klaar? Ja, mijn naam Hans Emmerik. En de meeste aanwezigen hier die kennen mij als de Nederlandse Cliff Richard. En dat is al even geleden. Want in 1961, moet je nagaan, was ik 16 jaar, 17 jaar, was hier in Breda een heel groot muziekconcours. Georganiseerd door een platenmaatschappij. En er waren zoveel inschrijvingen dat ze eigenlijk 2 dagen moesten houden om alle artiesten en muzikanten die ingeschreven hadden een kans te geven. En uiteindelijk heb ik de titel gewonnen en dat ging om die titel Nederlandse Cliff Richard. Oh, soon I'm gonna see that love look in her eyes. I'm a hood and a holler away from paradise. I'm traveling light. Breda Nu. Je weet het meteen.